Na 2 jaar kan Bevrijdingsdag eindelijk weer eens volop worden gevierd. In het Nijmeegse Hunnerpark komen tot 's avonds laat een heleboel artiesten voorbij. Op het podium achter mij staan vandaag veel toffe live acts. Bijvoorbeeld Stikstof uit België, maar ook de Nederlandse rapper Cho. En in de dance tent aan de andere kant staan heel de dag eigenlijk DJ's voor het beste feest. Nou, het is lekker weer. Ik denk dat wij tussen de 6.000 en de 8.000 mensen mogen verwelkomen vandaag. Ja, het was natuurlijk aan het begin van het jaar nog wel even spannend van hey, kan het weer en als het kan in welke vorm dan ook. Maar eigenlijk toen het duidelijk werd dat het de goede kant op ging, zijn we gelijk van start gegaan met de organisatie hiervan. En ruim op tijd om een mooi festival op te tuigen. Femke en Rachel, jullie zijn vandaag in Nijmegen om Bevrijdingsdag te vieren. Hoe is dat na 2 jaar? Ja, fijn. Nou, ik vind het wel fantastisch dat het eindelijk weer kan. Ja. Alhoewel ik me niet verveeld heb tijdens die 2 jaar. Al wandelen en fietsen kun je toch wel. Maar ja. Ja. Ja, het is toch wel leuk om naar zo'n soort festival te gaan. Ja, vind ik ook. Jullie zitten al aan een bier. Ja, laten we maar om 2 uur beginnen. Ja. Kruivenjaarse tijd de bevrijding maar vieren. Ja. We hebben net gepost. Dus, Guusje en Maria, jullie zijn vandaag naar Nijmegen gegaan. Waarom? Omdat ik graag hier een muzikant wil gaan zien. En ik heb haar gevraagd om mee te gaan, omdat ik niet alleen wil gaan. En het is gewoon gezellig. Ja, vind jij het ook wel leuk? Ja. Anders was ik meegegaan. Kijkt u ook uit naar een bepaald optreden? Nee, ik weet niet eens wat er komt. Dus ik ben maar gewoon hier gaan zitten en ik laat het over me heen komen. Waar kijken jullie meestal uit? Ja, Pook en Show op het einde. Blijven jullie wel de hele avond verder al? Nee, we gaan waarschijnlijk daarna ook weer weg. Want we zijn allebei niet echt geweldig sociaal. Dus dat gaat er niet worden om de hele avond te blijven. Maar het wordt wel leuk.